sta in de zomerboezem, zoals zo vaak in het voorjaar, want dit is een van mijn favoriete natuurgebieden om in het voorjaar te bezoeken. Hé, hey, wat ben je nu aan het filmen? Wat hoor je nou? En daar in de top van die boom zit een rietzanger te zingen. Een rietzanger is een pruilig vogeltje met een witte wenkbrauwstreep en een heel druk liedje. Zitten die hier veel? Ja, we zijn nu in de Zouwerboezem, dat is een moerasgebied. En zoals je ziet, er groeit hier heel veel riet. En afgewisseld met struiken. En daar zitten heel veel rietzangers in, want daar, die houden van die afwisseling. Die zitten nu in het riet en dan weer in zo'n boom of in een struik. Dat vinden ze ideaal. Oh, zie je nu weer wat anders? Ja, ik zie een tjiftjaf nu. Tjiftjaf is een hele gewone. De tjiftjaf is een veel voorkomende zangvogel in Nederland. En zeker in dit soort moerassen. De tjiftjaf roept zijn eigen naam. Dus daar kun je hem direct aan herkennen. Tjiftjaf, tjiftjaf, tjiftjaf. En wat hoor je nou? Ik hoor hier ook weer een bosrietzanger. Bosrietzanger lijkt op de kleine karakiet, maar zingt een veel gevarieerde lied. Het leuke van die bosrietzanger is dat hij heel veel vogels imiteert. Er is al eens onderzoek naar gedaan en één bosrietzanger wist toen wel 130 vogels te imiteren. Ja, niet alleen Europese vogels, maar ook Afrikaanse vogels waar hij overwintert. Maar hij zit heel diep in het riet. Dus ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Oh, je ziet daar het vinkje zeker. Ja. Maar die zit zo tussen de takken. Ja, ik denk dat ik hem nou al scherp heb. Maar... het is een mannetje vink. Beetje een wijnrode borst. Niet zo heel vurig als bij een goudvink. Hop, daar gaat hij. Ja, die broed hier ook. Dat is ook een heel algemene broedvogel in Nederland. Wat zie je nu voor een vogeltje? Ja, ik zie een rietgors, maar hij zit dan op een pluim. Zo ver in het riet dat ik hem niet scherp kan krijgen. Daar baal ik enorm van, want hij zit dan prachtig op een rietpluim. Zo'n mannetje met een zwarte kop. Een eenvoudig riedeltje. Telkens herhaald. Lijkt een beetje op een huismus. Het is een rietgors. Er vliegt hier ook een blauwborst heen en weer. Maar om de blauwborst te fotograferen moet je vroeger zijn. Ze zijn nu druk bezig met het voeren van hun kuikens. Ze vliegen heen en weer. Zitten geen moment stil. Dus laten zich nauwelijks vastleggen. Maar er vliegt dus wel heen en weer. Hé, hey, wat zie je daar nou? Oh, daar zit een winterkoninkje te zingen. Daar... oh ja, ik hoor hem. In die bos hout met hout. Oh, daar zit hij. Ja. Ja, dit is hier ook al meer, toch? Ja, die winterkoninkje is daar wemelt het van. In de Zouwerboezem. Je ziet ze overal zingen. In het struweel, zelfs tussen het riet. Ze zijn ook niet zo heel schuw. Het zijn natuurlijk hele kleine vogeltjes. Bruin, witte oogstreep en een staartje wat zo ongeveer loodrecht op het lijfje staat. Grappig, hè? Dat is een beetje dicht.